Hogeschool Utrecht gebruikt NetPresenter echt al heel lang, ik denk misschien al wel 15 jaar. En wij gebruiken het voornamelijk voor de schermen in de gebouwen. Je moet je voorstellen, wij hebben iets van 6, 7 gebouwen in gebruik. En er lopen allerlei studenten rond van de meest uiteenlopende opleidingen. En daar hebben we heel veel schermen hangen om de studenten te informeren. En ook de medewerkers wel. Wij hanteren iets dat berichten maximaal 2 weken erop komen te staan, hè, voor de doorloopsnelheid. En dan krijg je wel eens een mailtje van, ik zag vorige week wat op het scherm staan, maar het is er nu weer af. Waar kan ik het vinden? Ik vind het heel effectief. Ik vind het ook een vriendelijk middel. Mensen worden gewoon geïnformeerd op het moment, in ieder geval hoe wij het gebruiken, als ze dan vaak toch even niks te doen hebben, staan bij een lift te wachten of bij de ingang. Als je een breed publiek wil bereiken binnen de hogeschool, studenten zijn moeilijk bereikbaar, dan is NetPresenter wel heel populair, krijgt er veel aanvragen voor binnen. Ja, er komen ook reacties op.